uitgang van elk schoolexamen zorg je dat je op tijd bent. Je gaat namelijk zelf een plekje zoeken. Je zorgt dat dingen die niet op je tafel horen, niet op je tafel liggen. Dus een etui bijvoorbeeld neem je liever niet mee. En je wil heel graag ontspannen gaan beginnen. Het kan natuurlijk gebeuren dat je toch te laat bent. Als dat zo is, kom je wel gewoon naar het schoolexamen toe. Want de eerste 30 minuten van het schoolexamen mag je gewoon nog naar binnen. De eindtijd verandert alleen niet, dus dat betekent dat je minder tijd hebt om je schoolexamen te maken. Je komt de zaal binnen en je gaat een plekje zoeken. Kijk dan per rij welk leerjaar daar mag gaan zitten. Let ook op welke materialen er op de tafel liggen. Afhankelijk van welk schoolexamen ligt er namelijk gelineerd of ruitjespapier. Er hoort ook altijd een wit A4 te liggen, welk je kladblaadje is. En afhankelijk voor welk vak je daar zit, heb je ook woordenboek, woordenboeken, een BINAS of een atlas nodig. Tijdens het uitdelen van de schoolexamens is het de bedoeling dat het helemaal stil is. De essays worden uitgedeeld en die laat je gesloten op je tafel liggen. Pas als iedereen een schoolexamen heeft en het tijd is, dan krijg je een seintje en mag je beginnen. In de periode dat het stil is, mag je beginnen met van alles op je klapblaadje schrijven. Maar let op, dat mag echt pas op het moment dat het stil is. Bij het maken van de essays zijn er een aantal regels wat betreft de zaal weer verlaten. We spreken af dat de eerste 30 minuten niemand weggaat. Hierdoor kan iedereen de gelegenheid krijgen om even goed in zijn concentratie te komen en word je daarin niet te veel gestoord. Na die 30 minuten mag je wel weg, mits je natuurlijk klaar bent. Ook geldt de afspraak dat de laatste 15 minuten van een essay en niemand weg mag. Dit is voornamelijk bedoeld om te voorkomen dat te veel mensen die aan het einde klaar zijn voor een te grote onrust gaan zorgen. Iedereen krijgt zo de gelegenheid om het essay rustig af te maken. Heb je dyslexie? Dan gelden voor jou dezelfde regels over tijd, maar je hebt natuurlijk 30 minuten verlenging. En bij 30 minuten verlenging geldt ook dat de laatste 15 minuten niemand weg mag. Als je nou klaar bent, dan vraag je om een boekje te maken van je werk. Vaak heb je een dubbelzijdig gelineerd papier en daarin doe je al het werk dat je geschreven hebt. Dat betekent dat dit boekje alles bevat wat nagekeken moet worden. Stop daar geen papieren in die toch niet nagekeken hoeven worden. Dus het essay zelf niet, maar ook je klapblaadje niet. Dit alles leef je in bij de surveillant en jij bent verantwoordelijk dat het ook daadwerkelijk ingeleverd wordt. Doe dit alles ook in zoveel mogelijk in stilte. Hiermee stoor je de rest niet te veel. Neem alles mee wat je zaal in hebt genomen, dus ook je mobiel die je bij binnenkomst af hebt gegeven. Vergeet die niet en verlaat de zaal ook in alle rust.